Ja, en dan gaat die ook evolueren hoor, onze baas. Rapto! Yo, Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Welkom bij deze challenge waarin we in Pokémon Sword alleen maar watertype Pokémon mogen vangen. En vandaag gaan we Opal verslaan. Opal heeft natuurlijk de Fairy-type gym en vandaar ook mijn vraag aan jullie. Wie is jouw favoriete Fairy-type Pokémon? Ik denk dat ik 3 favorieten heb. Ik denk dat Mawile een van mijn favorieten is. Die vind ik gewoon heel erg tof. Ik denk dat Gardevoir misschien wel de beste zo'n beetje is. Dankjewel voor je leakcard trouwens, Marnie. Maar Mimikyu vind ik nog altijd echt een baas. Dat is natuurlijk al secondary type en fairy type Pokémon. Mimikyu, yeah man. I freaking love Mimikyu. Ja, maar nu moeten we eens eventjes met Opal gaan battelen. Maar eerst ga ik even een Pokéball krijgen van deze guy. De Love Ball. Er zijn maar 2 typen aanvallen die super effectief zijn tegen fairy type Pokémon. Dat zijn poison type aanvallen en steel type aanvallen. Nou. Steel-type hebben we sowieso niet. En alleen Palpitoad heeft een niet zo hele goede Poison-type aanval. Dus deze gym zou nog best wel eens lastig kunnen worden. De Fairy-type gym. Anyway, hier zijn we op auditie bij Opalletje. Ik heb als eerste dus Palpitoad in mijn team gezet om hem maar even te laten gaan battelen. Onze Smeagol. Ik hoop een klein beetje dat hij gaat evolueren straks. Dat zou heel fijn zijn. En dan heb ik Acid, wat super effective is. Maar hij is gewoon niet zo heel sterk, deze aanval. Dus ja, ik weet niet of het echt heel erg handig is om deze move te gaan gebruiken. Oh nee, we zijn weer confused. Een vraag. Wat is de Fairy Type's weakness? Nou, dat heb ik net gezegd. Dat zijn deze allebei. Poison en Steel zijn allebei de weaknesses van de Fairy Type Pokémon. Onze stats worden geboost. En ik ben benieuwd, als ik gewoon Bubble Beam doe, hoeveel damage ik dan doe op Spritzy. Het lukt in ieder geval wel. We zijn niet geconfused, of tenminste we slaan onszelf niet. Kijk, oké, dit gaat toch wel lekker. Nu doet Spritzy Psychic en dat is een hele sterke aanval. En we zijn nog steeds confused. Gaan we onszelf slaan. Ik hoop het niet. Nee, we gebruiken weer Bubble Beam. Kijk, dit is heerlijk. Lekker bezig, Palpitootje. Hoppakee. Hebben we Spritzy verslagen? Onze stats waren natuurlijk geboost, dus ik kon niet helemaal zien of Bubble Beam nou sterker was dan Acid. Moet in ieder geval nu tegen een Slurpuff. En dan wissel ik even naar Davy Jones, onze Octillery. En ja hoor, kom maar op Slurpuffy. Want ja, als je confused bent, dat is dan toch niet ideaal. Dus dan kan beter maar even een andere Pokémon op gaan lossen. Kijk, hoppa, nu confusen wij Slurpuff even. Dat is even de omgekeerde wereld. Lekker bezig, man. Toch kan hij zijn move doen, fake tears. Ja, jongen, je doet je best maar. Hier, nog een keer een waterpulsje op je bakkeroni. Oh, en nu slaat hij zichzelf ook. Ja hoor, Slurpuffy gaan we ook wel verslaan. En dat doen we met onze derde waterpuls. Dit komt helemaal goed. Hoppa! Ik denk dat Octillery wel een leveltje omhoog gaat nu. Ja hoor, zeker. En Reptile gaat ook naar level 35. Ja, en dan gaat die ook evolueren hoor, onze baas. Reptile! Let's go! Ik merk dat ik hem toch niet zo heel vaak gebruik tot nu toe. Misschien nu wel. Misschien nu die Inteleon is geworden. Misschien dat we hem nu wel vaker gaan gebruiken. Ja, ik merk dat ik toch meer neig naar Octillery en Gyarados. En dat we Inteleon eigenlijk nog te weinig gebruiken. Maar hij kent nu Snipeshot. En Snipeshot is echt super goed. Dan kan Watergun sowieso weg. En dan leert hij Snipeshot. Je volgende tegenstander. Let's go. Swirlix. Ja, nou gaan we eens even kijken. Nu ga ik beginnen met Bubble Beam. Hoppakee. Kijk, dat is dan toch meer dan de helft, hè. Ik denk dat Bubble Beam toch beter is dan een super effective acid. Hopelijk leren we nog een sterkere poison type move. En nu moeten we de naam van de vorige trainer. Volgens mij was dat Annette. Ja hoor, dat was inderdaad Annette. We worden mijn stats weer lekker geboost. Mijn speed. En dan kunnen we hem fixen met nog een Bubble Beampie. Lekker. Het zou wel lekker zijn als de Smeagol misschien deze aflevering ook nog kunnen evolueren. Hij moet in ieder geval nu tegen de Aromatize. En ik denk dat als we dit winnen, dat we lekker veel XP'tjes gaan krijgen. Echoed Voice. Oké, die overleven we. Nog een keertje Bubble Beampie. Bam. Ja, we hebben denk ik nog een extra beurt nodig. Tot nu toe ben ik nog niet de allergrootste fan van mijn Smeagol. Ik denk dat ik mijn Quagsire toch nog steeds beter vind. Maar ja, hij moet nog wel evolueren. Hè? Hij moet natuurlijk nog evolueren in een Seismitoad. En dan is het waarschijnlijk wel een baas. Nou, lekker dan. Nu krijgt Smeagol precies 0 XP. Oké, kom maar op. Volgende trainer. Hallo. Waarom zien jullie er allemaal hetzelfde uit trouwens? Theodora wil heel graag de gym leader worden zelfs. Nou, je hebt wel ambities. Oh, je hebt een Morgrem. Oké. Thor, jij bent de volgende. Maar Morgrem is sneller. En Morgrem doet Flatter. Die boost mijn stats en dan raak ik ook confused volgens mij. Ja, oké. En bedankt. Maar, haha, we raken hem wel. Lekker. Discharge. Oef. Bijna. Wat eet jij in de ochtend?
Curry? Oh, oké. Nou, lekker dan. Dan gaan mijn stats weer naar beneden. Mijn special defense in dit geval. Hoppakee. We gaan gewoon lekker door met discharge, jongen. Die confusion heeft niks op ons vandaag. Lekker. Goed gedaan, Lantern. Bot gaat naar level 36. En nu... Gardevoir. Dan gaan we mooi even voor Octillery. Ja, Gardevoir is wel een heerlijke Pokémon hoor. Maar misschien kunnen we gewoon klaren met Aurora Beam. Nou, dit gaat niet zo hard, oké. Ja, eigenlijk heb je hier gewoon een Ghost-type Pokémon voor nodig. Maar ja, die hebben we op dit moment niet echt tot onze beschikking. Let's go, dan maar Water Pulse. Ja, gaat ook niet al te hard, maar oké. Gardevoirtje is lekker bezig. Gardevoir is al mijn stats naar beneden aan het brengen. En dan straks ga je zeker in één keer keihard aanvallen met de Psychic Attack. Oh, tot nu toe nog steeds charmen. Je gaat nog steeds mijn stats naar beneden. Brengen. Lekker man. Pak hem aan hoor. Pak hem aan. Ja! Lekker. Oké, daar zijn we ook weer vanaf. Ja, en Pelpetoot krijgt nog steeds geen XP. Ja, lekker dan dit. Maar we hebben Theodora wel verslagen. En volgens mij mogen we nu door naar Opalletje. We gaan het volgende stadion in voor de volgende badge. Let's go! Let's go, Paul! Oké, let's battle, Opal. Ik heb er zin in. Kom maar. Ja hoor. Dan gaan we volgende gym badge. Weezing is de eerste. En de Galarian Weezing is dat dan. Nou, ik misschien toch beter met Quagsire kunnen beginnen. Die had hem denk ik wat hardere klappen uit kunnen delen. Maar goed, ik denk dat Snipeshot ook wel lekker gaat. Let's go, Inteleon. Hoppakee, op zijn bakken. Ja, kijk, die pakt al de helft van zijn HP. Sludge, dat is een move die ik wil hebben. Sludge, die moet even geleerd worden door Palpitoad. Volgens mij is de bijnaam van Opal de Wizard. Ja. Hoppakee, stats omhoog. Inteleon is al zo'n beetje de snelste Pokémon volgens mij. Maar hij is nu nog sneller geworden. En met nog een Snipeshotje is het geen probleem. Gaat Galarian Weezing. Keihard down. Dat is Pokémon nummer 1. Yeah, lekker. Ja, Jennifer gaat nu sowieso een level omhoog. David Jones ook en Reptile ook, denk ik. Kijk, hoppla. 3 Pokémon een level omhoog. Moet je die speed zien inderdaad van Reptile. Niet normaal. 104 al. Ook Jennifer gaat omhoog. Oh, die attack is heerlijk van Gyarados. En Davy Jones, lekker allround. Ook best wel een hoge attack. Helemaal goed. Davy Jones wil Ice Beam leren. Ja, en Ice Beam is veel sterker dan Aurora Beam. Dus dit is iets wat je wil. Aurora Beam gaat weg. En we leren Ice Beam. Hoppa, lekker. Davy Jones wordt steeds beter, jongens. Ik word er enthousiast van. Oké, nu Mawile. Dan ga ik toch even wisselen. En dan ga ik wisselen naar Bot. Want volgens mij is Mawile ook een Steel-type Pokémon. En met Mudshot zijn we super effective op hem. En Mawile is volgens mij een Pokémon die heel erg voor de fysieke aanvallen gaat. We hebben natuurlijk de Rocky Helmet op. Dus als hij ons gaat slaan, dan krijgt hij keihard damage terug. Dus dat is chill. Oké, let's go, Botje. Kijk, zie je, hij gaat crunchen. Dan krijgt hij sowieso weer damage van die Rocky Helmet. Heerlijk. En dan gaan we eroverheen met een Mudshot. Hoppakee, en die is super effective. Oef, dat was hem al bijna. Lekker bot. En we zijn nu ook sneller, want de speed van Mawile is naar beneden. En bam, Mawile is gefinished hoor. Hoppa. Oké, dan krijgen we nu Togekiss. Dan ga ik weer ruilen. Want Togekiss is naast Fairy ook een Flying-type Pokémon. Dus daarvoor is Thor natuurlijk heel handig om te gebruiken. Let's go, Thor. Nou, zou ik me alvast klaar proberen te kunnen maken met Stockpile. Maar eerst moeten we de favoriete kleur kiezen. Is dat roze of paars? Ik dacht paars. Ja, inderdaad, paars. Lekker. Mijn defense en special defense zijn omhoog. En met Stockpile kan ik natuurlijk ervoor zorgen dat mijn defense en special defense nog verder omhoog gaan. Dus dat is wel lekker. Togekiss doet de Draining Kiss. Kijk, zie je? Dat doet al bijna niet zoveel pijn, jongens. Let's go. Stockpile. Hoppakee. Dit kunnen we 3 keer doen. Dus we gaan gewoon even door. Togekiss gaat lekker Draining Kissen. Helemaal toppie. Wij gaan gewoon lekker verder met Stockpile. Hoppakee. En dan gaan we hem straks even een koekje van eigen deeg geven. Nog een keertje Stockpile. Hij doet nog een keertje Draining Kissie. En nu zijn onze defense en special defense maximaal gestockpiled. En wat we nu kunnen doen is Swallow. En hoe vaker we Stockpile hebben gebruikt, hoe beter Swallow wordt. En met Swallow krijgen we juist weer HP van Togekiss terug. Dus dat is lekker. Dan kunnen we als eerst deze move even doen. Let's go, Swallow. Oh nee, we krijgen geen HP van Togekiss terug. We krijgen gewoon sowieso HP terug. Niet per se van Togekiss. Oh, daarmee is Stockpile gelijk afgelopen. Oké, dat wist ik niet. Ik ga denk ik even opnieuw stockpilen. Ik wil weer eventjes die stats boosten. Maar ik ga ze denk ik nu niet helemaal boosten. Ik boost ze gewoon 1 keer. Of zal ik het wel doen? Weet je wat, we gaan het gewoon proberen. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe stockpile werkt. Want ik heb dat nog niet zo heel vaak gebruikt. Dus als ik het nou gewoon 3 keer gebruik en dan een item geeft. Volgens mij werkt dat nog beter. Want dan blijf ik dus gestockpiled. De stockpile kan tot maximaal 3. Dat zijn we nu aan het doen. Hoppakee, 3 keer gestockpiled. Nu is mijn defense super hoog. En nu ga ik dus even een super potion geven aan Thor, want dan is zijn HP weer vol. Nu doet hij weer Draining Kiss, maar dan gaat hij maar heel weinig HP pakken. En dan gaan we nu die Swallow gebruiken, maar nu gaan we keihard aanvallen met Discharge. Ja hoor, nog een keertje Draining Kiss. Helemaal goed. Wij doen Discharge.
En bam, die is lekker super effective, jongens. Ja, en zo kunnen we Togekiss toch eigenlijk vrij makkelijk verslaan. Dit is best wel chill, jongens. Super nice. Hop. Oké, Baba Togekiss van level 37. Thor en Smeagol, beiden een level omhoog. Smeagol dus ook weer, nice. Ja, kijk, je ziet ook wel de stats van Smeagol. Die zijn nog niet optimaal. Die moet echt even evolueren. Dit is nog niet zo heel goed. Dan nu, all creamy. En weet je wat? Omdat het best wel lekker gaat met Thor, omdat hij volledig gestokpaald is, ga ik het gewoon even met Thor proberen. En dan ga ik Thor ook lekker laten Dynamaxen. Hoppakee, there we go. Ja hoor, een gedynamaxte Lantern. Woo! Bam! Ja, ja. Super nice. Die is cool. Ja, en dan moeten we natuurlijk tegen een Gigantamax de All Creamy. Daar gaan we hoor. Daar gaan we. Onze mega taart, jongen. Lekker man. Ik heb wel trek in een stukje taart. Oké, nou, wij zijn sneller. Ik doe Max Gazer, omdat daarmee gelijk de regen begint te vallen en watermoves worden geboost. Daar begint het te regenen. Hoppakee. En nou ben ik wel heel benieuwd of wij een beetje kunnen overleven tegen All Creamy. Want All Creamy is 4 levels hoger, maar ik ben gestockpiled. Oh, kijk eens, kijk eens. Het doet amper damage. Amper. All Creamy is nu wel aan het healen. Ja, dat heb je natuurlijk wel nu. Die gedynamaxed is. Of gigantamaxed is. Helemaal prima. Wij gaan gewoon lekker door aanvallen. Kijk die boost. Kijk die boost die we onszelf geven. Oké, het was ook een critical hit. Eerlijk is eerlijk. G-Max Finale doet amper damage. Thor is invincible. Jij gaat mijn Thor niet verslaan, jongen. Door die stokpaal is die niet te pakken. Echt lekker deze move. Ik denk dat we hem hebben. Ik denk dat we All Creamy gaan verslaan met deze Max Gazer. Is dit de final klap? Dit is de final klap. Hoppakee. En de volgende badge is ook alweer binnen. Lekker hoor. Ja hoor. Daar gaan we dan. Nu gaan we het krijgen. Smeagol gaat evolueren. Let's go. Dit is chill. Nu ben ik heel erg benieuwd hoe sterk deze lelijkert is. Deze lelijke pad. Onze Seismitoad. Dit moet toch eigenlijk wel een geweldige tank-Pokémon zijn, jongens. Een water- en ground-type, dus dat is ideaal. En dan hebben we ook nog een nieuwe move leren. Drain Punch. Kijk, dit is volgens mij heel chill. Drain Punch. Dat is een fighting move. Ja, dit wil je hebben. Nice. Ja, en Acid is eigenlijk niet zo'n hele sterke aanval. Die heeft maar 40 power. Ondanks dat dit de enige poison-type move is die ik heb, denk ik dat ik Acid misschien... Ja, nee, die ga ik toch weghalen. Woe, Drain Punch. Lekker hoor. Een fighting type move die ook nog de HP teruggeeft aan Seismitoad. Dat is nice, jongens. Vooral als we straks tegen Steel type Pokémon moeten, is dit wel een hele lekkere move hoor. Ja, kijk, daar komen we aan hoor. Met de badge. Dankjewel. Lekker. Dat is de 5e badge. Nog maar 3 te gaan. We gaan lekker in deze Pokémon Water type only challenge. En daar staat hij weer hoor. De grootste koekenbakker van deze game. Ja, en Opal wordt hier soort van verliefd volgens mij op BD hoor. Kijk maar. Dit blijft een grappig stukje. Oh, pink. Oh, nog meer pink. Oh, nog meer. Oh, shit. BD wordt gewoon even gerecruit door Opal. Nou, wij moeten nu naar de volgende gym, naar Kirchester. Dus ik pak even snel mijn fiets. En ik ga lekker die kant op. En dan staat Hoppy hier weer op de brug waarschijnlijk te wachten totdat wij met hem willen battelen. En dat gaan we lekker doen in de volgende aflevering. Dan gaan we even Hop's ass voor de zoveelste keer kicken. Doe even een blauw duimpje omhoog en abonneer zeker even op dit kanaal als je Pokémon en Nintendo leuk vindt. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!